Een hele goede avond. Ik ga even weer de linkjes delen op Facebook. Dus het kan zijn dat jullie denken, wat is allemaal aan het doen? Ik was gisteren natuurlijk al in de ochtend even live geweest over de nieuwe Cricut Joy Cutaway Cards. Maar omdat we gisteren... Een hele goede avond. Omdat we gisteren natuurlijk in de ochtend live waren, had ik de update nog niet gehad van alle software extra's voor de Joy van de Cutaway Cards. Dus ik wil die extraatjes nog eventjes laten zien aan jullie. Dus ik ga nog een keertje opnieuw live, zodat we alles een keertje rustig kunnen bekijken. Dat je ook echt rustig je vragen kunt beantwoorden. Of dat ik je vragen nog even kan beantwoorden als er vragen zijn. Ik ga even gauw die link delen. Zo, even kijken. Dat is groep nummer 1 op de Cricut Fans geplaatst. En ik ga eventjes naar de andere groep toe. Zo. Leuk dat jullie er zijn. Ik zie dat er al 7 mensen aan het kijken zijn. Als jullie mij kunnen horen, hoor ik dat heel graag van jullie. Ik ga vast eventjes de setjes erbij pakken. Heel veel van jullie hebben het gisteren al wel gezien. Of inderdaad nu al wel op Facebook gezien. Ik ga het vandaag hebben over deze kaartjes. De Cricut Joy Cutaway Cards. Het is een nieuw product van Cricut. Een beetje de broertje of zusje van de insert cards. Ik vind ze zelf nog gaver werken dan de insert cards. De reden daarvoor is dat je alle afbeeldingen kunt gebruiken voor de cutaway cards. En alle fonts kunt gebruiken. Dus niet alleen stencil fonts of stencil afbeeldingen. Ik ga eventjes mijn scherm wat verkleinen, zodat ik ook de chat in de gaten kan houden. Zo. Even kijken. Dit is echt voor de Joy, Linda. Het zijn echt de cutaway kaartjes voor de Joy, die je kunt gaan snijden op de Cricut Joy kaartenmat. Dit zijn echte Joy kaartjes. Ik heb toevallig vanmiddag nog een leuk voorbeeldje gemaakt. Deze met een gouden folieachtergrond. Wat ik heel leuk vind is om ook als je diverse pakketjes hebt van de kaarten, om dan de backing kaarten ook nog eens een keertje te wisselen af en toe. Per pakketje, dus deze blauwe, die kunnen natuurlijk ook prima in de donkerblauwe kaartjes of in de bruine kaartjes. Dus dan kun je altijd nog een beetje mixen en matchen. Ik heb deze gemaakt. Deze is toch wel een van mijn favorieten. Die vind ik toch wel heel erg leuk geworden. Ze zijn inderdaad overal te bestellen nu. Op de website van starttocricket.com. Vind je ook verkooplijsten. En je kunt ook naar je eigen favoriete winkel gaan. Deze heeft een beetje een parlemoerachtige, zilverkleurige backing. Deze ook. Hier ga ik alleen nog even een leuke tekst ook bij maken. Mocht je nou een keertje
iets verkeerd doen. Dus aanhalingstekens verkeerd. Ik heb hier een kleine versie, omdat ik het formaat vergeten te veranderen was. Bij deze ook. En deze is ook een kleinere variant geworden van de cutaway cards. En als je nou echt iets fout doet, waarbij er niks meer te redden valt en je dus een halve kaart kwijt bent, kun je altijd nog van het helftje wat je over hebt een apart kaartje maken. En nog meer. Deze hadden we tijdens de live gedaan. Gisteren. En ik heb hier twee voorbeeldjes. Want ik was even aan het kijken. Het verschil tussen de pennen en de stiften met tekenen. Kijk, ik heb die lichtroze natuurlijk met de pennen gedaan. Dus die is een stuk gedetailleerder dan met de markers, met de donkerroze variant. Dus ik wou gewoon eens kijken de verschillen daarin. Ik ga even checken. Wat staat er nog in? Overal te bestellen. Ja, hoi Patricia. Leuk dat je er bent. Barbara die zegt dat het eindelijk gelukt is. Hartstikke mooi. Ines die zegt, hoi, ik heb vandaag de cutaway kaartjes beginnen werken op een workshop. Echter ondervond ik dat ik snel schade had aan mijn kaart bij het wegnemen van de gesneden stukjes. Nee, ik heb dat zelf nog niet gehad. Is goed Barbara, tot de volgende keer. Nee, ik heb het zelf nog niet echt gehad dat het bij mij stuk gaat. Waar je wel mee moet oppassen is dat je met het puntje niet te diep gaat. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het vaak met mijn nagels eruit haal. En dan blijft het eigenlijk altijd heel. Ik ga wel vast eventjes mijn scherm met jullie delen. Even kijken. Goed is, zien jullie ze dadelijk mijn scherm ook in beeld. En dat ga ik ook even in de gaten houden op YouTube. Zodra ik mijn scherm zie, weet ik dat het goed gegaan is. Ik denk dat het wel goed gaat. Even kijken. YouTube loopt altijd ietsjes achter, maar dat is nou eenmaal zo. Ik zie nou mijn scherm, dus we kunnen lekker verder gaan. Ik weet niet of jullie al gezien hebben dat wanneer je naar afbeeldingen gaat, in het schermpje hier aan de linkerkant, kijken. En dan eventjes alle afbeeldingen, zodat je in dit beginschermpje zit. Dan heb je hier afbeeldingsset staan aan de linkerkant onderaan. Als je daarop drukt, vinden we al diverse cutaway cards. Afbeeldingssets. Even kijken, ik zie dat Ines nog wat gezegd heeft. Ah, oké, okay. Ik deed het inderdaad met het scherpe puntje en had dan snel dat er wat strepen op staan. Ja, dat klopt. Ik heb het bij de eerste kaart gehad, maar dat was echt nog voordat ik de juiste instellingen kon gebruiken voor de cutaway cards, omdat de software daar nog niet op aangepast was. Maar daarna heb ik het eigenlijk niet meer gehad. Dus het is denk ik ook eventjes een beetje uitvogelen en wennen hoe hoe je ze het beste kunt pellen, want het is natuurlijk een heel nieuw product, dus ja. Maar het gaat echt goed komen, want het lukt hier ook. Even kijken, ik ga eventjes scrollen naar boven. Die niet, maar de tweede in de afbeeldingsset. Dit zijn allemaal cutaway cards, zijn er 29. Vallen ook onder Cricut Access, want je ziet hier ook het groene labeltje met de witte A weer staan. Als we daar even op gaan kijken, dan zie je allerlei leuke kaartjes in combinatie met snijden en met de pennen. Er staan echt heel veel leuke dingetjes wel tussen. Ik ga weer even terug, want ik heb hier dus de eerste. Dit zijn de Everyday Cutaway Cards, 29 kaarten, moederdagkaarten. Chubby Chic, die vond ik zelf wel heel erg leuk. Er staan leuke dingetjes in. Sympathy kaarten, daar wordt ook altijd wel vaak nagevraagd voor condolences en dat soort dingetjes. Kerst cutaway kaarten. Love. En je kunt natuurlijk ook je eigen cutaway kaarten maken. Ik wil heel eventjes naar het homescreen gaan. Kijken wat daar stond. Want ik had ook een blanco versie gezien. Deze. Die linker die je hier op je homescreen ziet, is echt super handig. Ik ga er even op drukken. Als je deze namelijk opent en je drukt op customize, want je kunt hem alleen customizen,
Dan krijg je een schermpje op je beeld, net zoals je met de mokken krijgt, wat je kunt gebruiken als ja, een beetje registratievakje. Als je ervoor zorgt dat in deze stippenlijn van de afbeelding jouw eigen plaatjes vallen, dan kun je dus hierin je eigen cutaway cards ontwerpen. Even kijken, je hebt je niet laten ontmoedigen. Nee, dat is ook zeker niet nodig, Ines, want het gaat echt goed komen. Ik heb al een heel stapeltje klaar nu. En voor mij is het ook echt, ja, het was voor mij ook eventjes nieuw en even wennen. Dus het gaat echt helemaal goed komen. Wat ik al zeg, deze is dus om je eigen cutaway kaartjes te maken. Als je nou hier een afbeelding inzet, dan gaan we even kijken bij afbeelding of we wat zien wat we leuk vinden. Bijvoorbeeld deze vlinder. Die kunnen we toevoegen aan het canvas. Die kunnen we nu plaatsen in deze kaart. En we moeten dus zorgen dat die tussen deze stippenlijn en die stippenlijn past. Dus als we hem zo doen, kunnen we er nog een tekst bij toevoegen als we willen. Nee, bij deze moet je echt de Cricut Joy Cutaway kaarten gebruiken. Omdat dat echt een speciale techniek is, Patricia. Ik zal even een kaart laten zien, zodat je ook weet of dat je ook begrijpt waarom. Ik heb hier een dubbele kaart. Aan de binnenkant hier zit een zelfklevende laag. Die is dubbelzijdig klevend. Dus als ik de bescherming eraf haal, heb ik een klevende kant. En daarop kan ik dan een velletje plakken, wat bij de cutaway kaarten zit, met een folie, een mooie holografisch in dit geval. Die plak ik met de mooie kant op die folielaag, die dubbelsklevende laag. En daarna ga ik hem vanaf de voorkant snijden. Alles wat eruit moet, wat eruit gesneden wordt, waar ik dus dat gouden folie wil zien, moet ik dan pellen net als vinyl. Maar dat ga ik ze dadelijk ook allemaal even laten zien. We gaan straks een kaartje maken. Zullen wij zelf een kaart ontwerpen? Of zeggen jullie, we gaan naar afbeeldingen, naar de afbeeldingssets. En we kiezen er eentje uit de afbeeldingssets. Ja, dat zou je ook inderdaad kunnen doen, Inge, om een eigen kaart te maken ermee. Maar het gaat vooral een beetje bij deze kaarten nu dat je die template gaat gebruiken, zodat je weet hoe je de randen, zeg maar, waar je de ruimte even vrij moet laten. Poeh, ik heb geen idee, Shirley. Ben je op allebei de apparaten ingelogd? Dus op je andere ook met hetzelfde account ingelogd op YouTube? Ik ga eventjes terug naar het canvas, want we gaan een leuk kaartje zelf ontwerpen. Nou, ik heb hier natuurlijk al die vlinder. We zouden er een tekst bij kunnen zetten die we uitsnijden. Veel liefs bijvoorbeeld, of iets anders. Of hebben jullie zoiets, pak een andere afbeelding in plaats van die vlinder. Kijk, op het homescreen, ik ga even naar de streepjes weer terug, gaan we naar home. Als ik ingesteld ben op de Joy, dus de machine staat netjes op de Joy, dan zie je hierboven creatieve kaarten staan. En de voorste, Your Design hier, dat is dus de Cutaway Card Design Setup. Dus dat is die template die we gaan gebruiken. Dus dat is deze kaart, de eerste. Dan zie je hier al een paar van die kaartjes staan die geschikt zijn voor cutaways. En de rest die staat dus in de afbeeldingssets. Ja, tekst gaan we sowieso gebruiken, Patricia. En ingewikkeld, ja, het is eigenlijk allemaal niet ingewikkeld. Dus het is allemaal heel simpel om zelf te maken deze kaarten. Nou, ik ga even terug naar het canvas.
Ik haal die vlinder even weg, want we hebben al een vlinderkaart gemaakt. Die heb ik in ieder geval al gemaakt. Top. Nou, we gaan dus deze template nu gebruiken. Ik ga even naar afbeeldingen. En dan ga ik eens even zoeken of ik niet iets schattigs kan vinden bij de Woodland diertjes. Kijken. Ik ga mijn lagen eventjes hier op een enkele laag zetten, zodat ik alleen enkellaags afbeeldingen krijg. En dan ga ik eens even kijken of ik iets leuks zie wat ik wil gaan gebruiken voor deze kaart. Het moet natuurlijk niet te dun worden. Al moet ik heel eerlijk zeggen dat ik bijvoorbeeld bij deze twee, die twee en bij de vlinder, deze, oh, ook best wel wat dunne lijntjes heb gebruikt. Nou, bij deze kaarten kun je geen geld in stoppen, tenzij je het gewoon in de envelop doet, Patricia. Want dit zijn echt de cutaway kaartjes die ik nu even wil laten zien. Ik zet hem eventjes op Forest. Ik had vanmiddag een heel leuk plaatje gezien, die ik wel leuk vond om te gaan snijden. Eens even kijken, waar sta je? Het was een poppetje met een ballonnetje. Of een beestje met een ballonnetje, die ik wel heel leuk vond. Ik heb altijd wel veel kinderverjaardagen. Dus ik denk dat is wel de perfecte schattige afbeelding. Deze was het. Ik ga deze doen. Die gaan we toevoegen aan het canvas. En die ga ik even hierin plaatsen. Ik zit nog even te bedenken hoe ik hem ga doen. Ik denk dat ik hem hier in het hoekje zet en dan hier wat tekst neer ga zetten. Vinden jullie deze ook leuk of zeggen jullie, nou, dit vind ik echt helemaal niks aan? Ja, ik zal zo dadelijk mijn scherm even stoppen met delen, zodat ik de kaartjes nog even kan laten zien die ik al gemaakt had. Even kijken, ik ga deze afbeelding doen en daar wil ik nog een tekstje bij hebben. Ik denk dat ik er gewoon heel simpel hoera bij zet. Met een uitroepteken. Nou, het voordeel van die cutaway cards is dus wat ik al zei, dat we geen stencilmateriaal of we geen stencilfonds hoeven te gebruiken. Dus ik kan alle lettertypes gebruiken die in mijn software staan. Ik zet hem wel even op Cricut. Eens even kijken welke vind ik leuk om te gaan gebruiken. Een beetje een speels lettertype. Ja, hij is wel schattig, hè? Is dit lettertype leuk of zeggen jullie van nou, ik vind hem niet zo geweldig? Als het goed is, komen eigenlijk de meeste producten nu gewoon weer mondjesmaat binnen, Patricia. En ja, ik moet heel eerlijk zijn dat ik gewoon nog wel mesjes heb kunnen bestellen. Ja, deze gaat nu live op YouTube. Dus we zijn natuurlijk al op YouTube. En zodra deze live afgelopen is, dan is die ook gewoon terug te kijken. Ik ga straks nog wel eventjes, of morgen moet ik even kijken, de beschrijving veranderen en aanpassen, dus zodat het filmpje makkelijker terug te vinden is. En ik zal even een fotootje erbij plaatsen van de cutaway cards, zodat je ook aan het plaatje gewoon heel makkelijk ziet dat ja, dit een van de cutaway kaartjes is. Nou, ik ga deze eventjes maken. Zoals jullie zien, staat hij hier binnen de lijntjes en hier ook. Er staat bij, als je hier gaat kijken, van hide this layer met het oogje. Dus ik ga het oogje uitzetten. En deze twee ga ik selecteren. En ik ga bijvoegen kiezen, zodat ze dadelijk ook bij elkaar blijven staan als ik daadwerkelijk ga snijden. Ik ga eventjes een van de kaarten erbij pakken. Ik denk dat ik een donkerblauwe ga doen. Met de blauwe inserts. Ik vind deze
combinatie wel leuk. Deze kun je niet maken met een maker, nee. Dit zijn echt de kaartjes die speciaal gedaan worden met de Joy, met de kaartenmat. Ik ga eventjes die beschermfolie van de binnenkant van de kaart afhalen. Kijk, en dan zie je dat er een glimmende laag tevoorschijn komt. En dat is onze kleeflaag, die plakt. Ik ga mijn blauwe, moet wel voor de camera blijven. Mijn blauwe laag met die mooie glimmende kant er zo in plakken. Dus met de mooie kant naar beneden. Dus deze ga ik eventjes erin plakken en dan ga ik zo dadelijk ook mijn beeld wat groter maken als die aan het snijden is, zodat jullie beter mee kunnen kijken. In mijn scherm ga ik nu drukken op maak het. Ik kies ervoor om te snijden op de mat voor kaarten. En dan druk ik op verder gaan. Nou, je ziet dus dat hij ook netjes in dat vakje past. En het formaat van de kaarten die we nu gebruiken is de 10,8 centimeter bij 14 centimeter. Dus dat is de mediummaat die op deze mat is aangegeven. En dat zie je ook op het scherm terug. Nou, ik ga drukken op verder gaan. Dan gaat hij even verbinden met mijn Joy. Ik geef aan dat ik de cutaway card met backing ga snijden. Dus die moet je altijd kiezen voor deze kaarten. De druk zet ik bij mij op meer. Want wat wel belangrijk is, is dat je een scherp mesje gebruikt. En mijn mesje is al wat ouder. Dus ik zet hem eventjes op meer druk. Kaart gaat in de kaartenmat en dan stop ik heel eventjes met het delen van mijn beeldscherm, zodat jullie mij wat beter kunnen zien. Ik heb hier die kaart, ik heb hier de mat. Deze kant moet op de mat komen en de blauwe kant die gaat onder de mat. Dus ik ga even kijken of ik hem goed heb, ja. Ik ga hem eronder schuiven. De witte kant plakken we dicht. Ik ga hem eventjes op mijn bureau leggen, zodat ik hem even echt goed recht kan plakken. Zo. Ik heb hem nu op de mat. Dus hieronder deze blauwe laag zit die folielaag van mijn kaarten. Nou, op mijn scherm zie ik nu dat ik mijn mat kan laden. Ik pak de Joy er even bij, zodat jullie mee kunnen kijken. Ik ga hem onder die geleidertjes doen, zodat hij er recht in gaat. In mijn scherm zie ik nu ook staan dat hij de mat aan het laden is en aan het uitlijnen is. En dan druk ik nu op mijn scherm op start, zodat de Joy gaat snijden. Ik hou hem even zo vast, zodat jullie mee kunnen kijken. Nou, inderdaad, Patricia, deze is voor de Joy. Oh, ik moet op start drukken nog een keertje, zie ik. Slim. Dan kan ik heel lang wachten. En als jullie vragen hebben, stel ze gewoon zeker. Dat is geen enkel probleem. Of als jullie andere vragen hebben over iets van de Joy, of als dit is wat je heel graag wilt weten. Nee, voor deze kaarten heb je echt die kaartenmat nodig, denk ik, Anja. Hij is even aan het snijden, dus ik ga even kijken of ik wat gemist heb. Ja, je zou het kunnen proberen, Ines, maar ik denk echt dat het met de Joy gewoon een stuk makkelijker gaat dan wanneer je het met een make zou gaan proberen. Of dit ooit voor de maker er gaat komen, heb ik ook geen idee van. Jij ook fijne avond, Esmeralda. Dank je. Hij is wel druk bezig met snijden. En deze is ook heel goed te doen, want ik ga hem even wat dichterbij houden voor jullie.
Misschien dat jullie hem dan zo kunnen zien als hij eruit komt. Zie, die lijntjes zijn prima te doen qua snijden. Hij is nu klaar met snijden. Dus ik ga eventjes de kaart uitladen. Zo. Zoals jullie zien, is die klaar. En nu kunnen we dus die randjes gaan pellen. Ik haal hem even van de mat af van de Joy. Kijk, en voor degene met de Maker en de Explorer, ja, ik hou je niet tegen om het te testen. Dus je zou het kunnen proberen. Kijk, hij gaat er nu zo af. Ik haal hem gewoon met mijn nagel eraf. En ik kan nu heel mooi die lijntjes loshalen. Zie? Hoe lang gaat het mesje mee? Nou, ik heb deze echt al maanden in mijn Joy zitten. En zoals je ziet, ja, hij snijdt nog steeds prima. Alleen voor deze kaart, omdat ik ook door die lijmlaag heen moet, wat hier achterop zit, want dit is natuurlijk gewoon klevend nu, zet ik hem even op meer druk. Maar met meer druk kom ik er prima doorheen en dan is het nog steeds hartstikke netjes gesneden. Mijn pennen. Ik heb mijn Joy vanaf de dag dat de Joy uit is en die zwarte pen die daarbij zat, die gebruik ik heel veel en die doet het nog steeds. En eigenlijk al mijn pennen doen het nog steeds. En dat geldt ook voor de pennen van de Maker en de Explorer. Ik heb echt een set die ik al bijna 4 jaar heb inmiddels. Ik blijf heel eventjes pellen tijdens het praten. Want dan kan ik zo dadelijk het resultaat laten zien aan jullie van deze kaart. Dus ja, voor mij gaan de mesjes en de matten ook heel lang mee en de pennen ook. Kun je makkelijker dupliceren voor een groot aantal? Je moet iets 70 keer uitsnijden. Nou, je kunt normaal gesproken in de software gewoon aangeven hoeveel kopieën van je iets je wil snijden. Hè? Dat staat altijd linksbovenin op het maakscherm. Ik pak heel even mijn lampen wat dichtbij, want dan kan ik makkelijker zien wat ik doe. Door dat holografische, dan glimt het soms een beetje. En dan moet ik even kijken wat ik ook alweer aan het weghalen ben. Even kijken, die moet zo. Oh. Ik had van 1 lijntje te veel weggehaald. Even kijken, hier zit hij. Heel even dat stukje terugplakken op mijn kaart. Dus mis ik precies het roosje in de bloem. Dat is ook zoiets stoms. Zo. Het beertje is nu klaar. Dus nou moet ik nog heel even het hoera weghalen. Ik ga even kijken. Ik ben even aan het lezen. Ben je op de Crea-doe? Ja, ik ben op de Crea-doe van 8 tot en met 10 april. Ik ben er alle dagen. Dus als je gaat, dan zie ik je vast. En ik heb er echt ontzettend veel zin in. En ik hoop ook heel veel mensen van jullie en van de Facebookgroepen daar te zien. We maken er eigenlijk altijd een groot feestje van. Dus ik heb er, ik heb er wel onwijs veel zin in. Moet ik eerlijk zijn. Ik moet nog 2 letters en dan is die klaar. Wat ook heel leuk is, wat ik zo ook nog even wil gaan doen, is aan de binnenkant van de kaart wat schrijven. En dat kan ook super makkelijk. We hebben ook de Cricut Joy app natuurlijk. Die kun je ook gebruiken voor de insert cards, voor de cutaway cards. Dus dat is geen enkel probleem. En als het goed is, is die ook al geüpdate. Ik moet alleen nog even het puntje onder het uitroeptekentje weghalen. Zo. Maar dat gaat wat lastiger met mijn nagels. Dus doe ik ze dadelijk even. Maar deze is nu klaar. Ik heb even mijn lamp aan de kant. Super schattig.
En je kunt hem natuurlijk zo, ja, ingewikkeld maken als je zelf wilt. We kunnen nu nog een leuke tekst aan de binnenkant van de kaart schrijven. Waar, hoe we dat gaan doen is, we gaan de kaartenmatten weer bijpakken. Ik heb die kaart zo liggen. Aan de achterkant, of aan de binnenkant van die kaart, hier wil ik de tekst hebben. Dus deze kant moet nu bovenop de kaart komen. Dus ik ga hem met de afbeelding in de map. Ik heb hem op de kop. Ik ga hem nu op deze manier erin stoppen. Even kijken. Recht plakken. Zo. En dan gaan we op deze kant eventjes een leuke boodschap schrijven. Komt er ook een extra aanbieding op de CreaDo voor de bij Cricut voor de Maker 3? Ik heb nog geen idee van de kortingsacties die er gaan komen op de CreaDo. Dus ik heb daar nog geen idee van. En als dat zou komen, dan ja, ik weet niet. Ja, ik heb echt geen idee nog. Maar ik weet wel dat we vorig jaar leuke acties hadden op de CreaDo in oktober. Toen had je 10% korting op alles, dus wie weet. Even kijken, ik ga heel even terug naar mijn canvas. Ik ga ook even mijn scherm weer met jullie delen. Als het goed is, zien jullie mijn scherm zo weer. Dan zien jullie ook mijn canvas. Ik ga eventjes dat oogje weer aanzetten van dat venstertje. Deze afbeelding haal ik weg. En dan zorg ik er even voor dat ik in dit venstertje ook weer de tekst ga maken die aan de binnenkant van de kaart geschreven gaat worden. Aan de buitenkant staat hoera. Dus aan de binnenkant gaan we eventjes zetten. Gefeliciteerd met je verjaardag. Wat ik wel ga doen, is mijn font even veranderen. Dus ik ga naar de lettertypes toe. Dan ga ik rechtsboven in de hoek naar filter. En ik ga mijn filter op schrijven zetten. Als je hem op Cricut lettertypes hebt staan. Heb ik hem nou nog op schrijven staan? Ja. Kan ik leuke lettertypes kiezen en hem op een enkel lijnslettertype zetten? Die wil ik niet. Ik ga eventjes een ander lettertype zoeken. Ik zet het vinkje even aan voor current lettertypes. Even kijken, welke vind ik leuk? Ik heb een vrij donkere kaart, dus ik wil de marker zo dadelijk gaan gebruiken voor te schrijven. En dat ga ik doen met dit lettertype. Even wat kleiner maken. Zo. Ik wil wel dat het uitgelijnd is, zo in het centrum, de uitlijning. En dan ga ik dat kleurtje van de pen eventjes veranderen naar de 1 mm zilver. Zo. Het oogje zet ik weer uit, zodat die rand weg is. En ik druk op maak het. Weer op de kaartenmat. Het papier. Papier die ik erin heb zitten is de 4,25 bij 5,55 en eigenlijk wil ik hem nog wel ietsjes hoger hebben. Zo vind ik hem wel prima. En dan druk ik hier weer op verder gaan. Lettertypes, dat zijn lettertypes die in het lettertype ingebouwd hebben hoe de spatie moet zijn, dus hoe de afstand tussen de letters moet zijn. Ik ga even mijn zilveren marker in de pen of in de houder doen van de Joyfast.
Even kijken. Ik kies er weer voor dat ik de cutaway cards gebruik. En ik ga mijn matvas even laden ondertussen. Nou, de pen zit erin. Op mijn scherm kun je weer precies zien wat we moeten doen. Ik moet op start drukken. En de Joy gaat nou schrijven. Ik ga even lezen weer wat er gezegd is. Wij ook 3 dagen slapen in Utrecht. Aangepast hotel, want op en neer naar Limburg was te zwaar. Dus nu gaan we een weekend crea doen. Mini crea vakantie. Is hartstikke leuk, Patricia. Ik wens je alvast heel veel plezier. En ik zie je dan op de crea doen. Ik laat hem eventjes schrijven. Ik weet niet hoe dit lettertype eruit komt met de marker zo dadelijk. Want hij natuurlijk ietsjes dikker schrijft, maar we gaan het zo wel even zien. Hebben jullie zelf nog vragen of is er nog iets wat jullie graag willen weten? Ik zal eventjes alle 5 de setjes laten zien. Ik heb ze hier nu liggen allemaal. En ik heb ze ook allemaal open, want ik ben ook aan het mixen met de kleurencombinaties van die achtervelletjes. Dus het. Even kijken, ik ga ze eventjes weer een beetje netjes in de verpakkingen doen. Even mijn enveloppen erbij. Zo. Eventjes voor jullie. Ik ga mijn scherm stoppen met sharen, zodat we weer het grote beeld hebben. Dit is de ene set. Blauwe, donkerblauw, beige, lichtblauw en dan die blauwige holografische achtergrond. We hebben de pastelkleurtjes. Dat is deze. Lichtroze, ja, een beetje lila-blauwig, mintgroen. En een, ja, ik vind het een hele mooie. Ja, ik weet niet of het holografisch is of parlemoer. Hij lijkt. Ja, in het echt is hij veel mooier dan op camera te laten zien. Met dat nep licht erbij. Even terug doen. Dan hebben we deze. Die vind ik ook heel erg mooi. Met de aardetinten en de gouden. Ja, spikkelige. Holografische backing. Deze is ook wel een van mijn favorieten, die groene met dat cyclaam en roze met goud. En dat is dan deze packingkaart die erbij zit. En dan als laatste hebben we donkerblauw met ja, een beetje rozig en een beetje lichtroze met een gouden. Een beetje lijkt die op die zilveren. Het is echt metallic, maar niet vreselijk shiny. Ja, ik vind deze kleur ook heel erg mooi van deze setjes. Hij is bijna klaar met schrijven aan de binnenkant van de kaart. Ik heb gisteren tijdens de Joy Workshop, want we geven natuurlijk voor Starter Cricket ook workshops, hebben we zelfs de enveloppen geschreven met de Joy. Ik ga even mijn kaart uitladen. Wow, leegmaken. Kaart heeft geschreven. En ik vind dat zilver metallic echt super mooi uitkomen op die donkerblauwe kaarten. En zo. Dus we hebben hier de kaart. Even terugvouwen. En als we hem openen, hebben we aan de binnenkant nu de tekst: gefeliciteerd met je verjaardag. Nou, je zou zelfs je namen er nog onder kunnen laten schrijven. De envelop kun je erbij laten schrijven. Als je hem dan met de flap in de kaartenmat stopt. Echt, ik heb net mijn kaartenmat voor mijn neus, maar die is, weet ik niet. Dus ik pak deze er even bij. Als je de envelop met de flap onder de plastic laag doet. Zo. En je plakt hem netjes. Uitgelijnd, kunnen hem ook gewoon super makkelijk laten schrijven. Ja, ik heb al diverse combinaties gedaan. Ik heb ook een, nou ja, deze is dan donkerblauw met
Die gouden flakes, dus dat is ook uit een andere set. Brok gemixt. Ik heb deze vandaag gedaan, donkerblauw met goud. En dat is die een beetje die hele kleine spikkels. Bek. Het is wat lastig te laten zien, maar dat is ook wel een van mijn favorieten. En bij deze was het eigenlijk juist om te testen hoe die hele fijne lijntjes gesneden worden. En ik moet ook heel eerlijk zeggen dat dit toch wel een van mijn favorieten is. Het is gewoon een plaatje ook weer uit Cricut Access. Dus gewoon een Design Space plaatje. Alhoewel ik deze ook wel heel erg leuk vind. En het is wat lastig te laten zien, maar op zich dat roze met dat zilver, dat komt echt heel mooi uit als je hem in het echt ziet. Ja, deze is, dat blijft echt een van mijn favorieten. En het is een kaart, het is de helft van een. Het is gewoon een plaatje die ik in Design Space gevonden had. En heb ik gewoon wat van weggehaald en mijn eigen tekst erbij gezet. Dus echt alles wat je in Design Space vindt tegenwoordig is te gebruiken voor de insert card. Hetzelfde met deze kaart. De groene heb ik dan zo'n zilveren backing achtergezet in plaats van de gouden. En die komt weer uit die pastelset. Maar het is zo lastig te laten zien hoe mooi het er in het echt uitziet, die backing. Want het is echt een beetje een, ja, een beetje een parlemoer kleurige achtergrond wat erbij zit. En ik liet net ook al zien, als jij in Design Space jouw kaartjes ontwerpt. Gisteren hadden we nog niet die blanco die ik nu dus gebruik om uit te lijnen. En als je dan zo enthousiast bent en lekker bezig bent en niet oplet en dan niet één keer, maar drie keer achter elkaar, dan krijg je dus een kleiner formaat kaartje. Zoals je hier ziet. En dat heb ik bij deze gedaan. Dus ik heb gewoon de randjes eraf gesneden aan de bovenkant en aan de zijkant. Bij deze heb ik hem te klein gemaakt. Maar ja, weggooien is zonde, denk ik dan. Dus deze is klein. En deze was ook te klein. En ze zeggen wel eens: een ezel stel, stoot zich niet drie keer aan dezelfde steen. Nou ja, deze ezel dus wel. Dus drie kleine kaartjes. En de rest is allemaal wel goed gegaan. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik deze best wel wat schattig vind. En normaal gesproken, weet je, als ik een kaart maak en het is bijvoorbeeld voor een kindje die ik ken of een kindje uit de wijk of zo, dan zet ik gewoon leuk de naam erbij. Want je kunt het natuurlijk zo persoonlijk maken dan als dat je zelf wilt. Hebben jullie nog vragen over die cutaway cards? Of over iets anders over de Joy? Is er nog iets wat jullie graag willen weten? En je kunt dus ook echt best wel dunne lijntjes gebruiken in je kaart. En dat vind ik wel heel leuk. Ik vind deze echt stoer. En ik weet dat we een beetje achterlopen qua tijd weer op YouTube. En de ene keer is dat wat langer dat we achterlopen dan de andere keer. Maar als jullie nog iets willen zien of als jullie nog iets willen vragen, dan hoor ik het graag. Is goed, Ines. Hele fijne avond. Leuk dat je er was. En wat ik ook al zei net, als je nu gaat kijken in Design Space bij die afbeeldingssets. Zal eventjes mijn scherm weer delen. Dus je gaat op jouw canvas, en dan ga ik heel even naar mijn canvas terug. Ga je op je canvas naar afbeeldingen. En dan zorg je ervoor dat je hier bij groen, zeg maar bij die groene tekst, alle afbeeldingen hebt staan. En dan ga je naar afbeeldingssets. En daar zie je dus echt al een aantal sets speciaal voor die insert cards. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik deze wel heel leuk vond. Er staan echt leuke
kaartjes tussen, vind ik, met die enveloppen en die bloemen. Er staan hele chique dingetjes tussen. En hier ook voor pensioen vind ik ook wel heel erg leuk. En er zitten ook al kerstkaarten bij, bij die andere sets voor de kerst. Wat voor materiaal plak je erop? Ik zal eventjes een voorbeeldsetje pakken. Deze zijn er al wel wat uit. In die setjes zitten 8 kaarten in 3 kleuren. Bij deze dus groen, roze en een beetje cyclaam. En er zitten ook gouden vellen in. Als je de kaart pakt, en dan zal ik even eentje openen. Deze. Dan zit hier die witte laag op die je eraf haalt. Dat is die beschermfolie. En dan krijg je dus een klevende laag. Nou, deze klevende laag, daar plak jij je backing op. En die zit dus in het doosje erbij. En dan zit ik even te zoeken waar ik mijn backing had die bij deze hoorde. Nou, ik pak wel eventjes een andere die er niet per se bij hoort. Want ik mix dus ook de ene backing met de andere backing. Dat zijn dus van deze kaartjes. Ik zal anders even stoppen weer met sharen van mijn schermpje. Die losse kaartjes die zitten er in de verpakking bij. Die plak je met een mooie kant op die kleeflaag als je dat losse velletje weggehaald hebt. Daarna ga je vanaf deze kant snijden en je pelt het dan dus net als dat je vinyl pelt en dan komt dus die mooie gouden laag er weer onderuit. Ja, in de update, de app is ook geüpdate inmiddels. In Design Space zitten dus ook nu alle leuke kaartjes al bij voor de cutaway cards. In de Cricut Joy app en op de Design Space app op de tablet vind je dus ook nu de update voor de cutaway cards. Ik kreeg toevallig vandaag van iemand de vraag en die zei van joh, mijn Design Space app doet het niet. Op de iPad weet jij of er een storing is. En wat heel belangrijk is bij de app van Design Space, is dat je echt regelmatig checkt of er niet een update staat te wachten voor de Joy. Of voor de app. Bij haar was dat ook het geval. Ik heb gevraagd van joh, is er niet toevallig een update? Want als er een update is, moet je die eventjes gaan doen. En dan heb je eigenlijk nooit problemen voor mijn ervaring met de app. Dus zorg er altijd voor dat die zo up-to-date mogelijk is, de app. Om problemen te voorkomen dat je issues krijgt met het gebruik van de app. Nou, alles zit dus in de verpakking erbij. Enveloppen, de kaart en die achtergrondjes voor de cutaway cards, Ellen. Dus helemaal compleet. En wat ik ook al zei, het voordeel voor mij met de cutaway cards is dat je geen stencilmateriaal hoeft of geen stencilfonds of stencilafbeelding hoeft te gebruiken voor die cutaway cards. Kun je ook ander materiaal gebruiken voor de plaklaag van Cricut? Ik weet niet helemaal hoe je het bedoelt, maar als jij. Ik heb geen idee wat je daarvoor zou willen gebruiken in plaats van de plaklaag van Cricut, want die zit dus in die kaart standaard er al opgeplakt. Dus ik snap niet helemaal wat je bedoelt. Maar de hele set is dus compleet om je kaarten te maken. Jij ook een hele fijne avond, Gerianne. Leuk dat je er was. Kijk, dit is dus die shabby chic, wat ik net zei. Ik ga even een stapje terug. Want ik zag ook hele leuke kerstkaarten.
Kijk, ik vind het nu nog even te vroeg om aan de kerstkaarten te beginnen. Maar ik vond het wel leuk dat ze al wat voorbeeldjes erin gezet hadden. En ja, wat ik straks ook heb laten zien, je kunt eigenlijk alle afbeeldingen gebruiken die je in Design Space vindt voor dit soort kaartjes. Je zou ook, als jij een leuke kaart hebt in de insert cards die je wilt gebruiken, kan dat ook. Is ook geen enkel probleem. Hoef je alleen die hoekjes eventjes uit te zetten met de contourfunctie. Of onderdeeltjes uit zo'n kaartje kun je ook gewoon gebruiken. En elk lettertype is dus te gebruiken met deze cutaway cards, omdat die rondjes die in de O zitten, kijk als we het kaartje erbij pakken van vandaag, deze, die rondjes die blijven allemaal gewoon zitten, omdat die gewoon netjes blijven plakken. Zie? En bij die insert cards, dan moet je ervoor zorgen dat je dus echt een stencil lettertype gebruikt, zodat ze blijven hangen aan die stukjes die daar dan tussen zitten, zodat ze blijven zitten in het midden. Maar bij deze hoeft dat dus niet. Ik heb ook inderdaad al wat voorbeeldjes voorbij zien komen die echt al voor december 2022 zijn. Om voor het nieuwe jaar te gebruiken. De set waar ik nu in zit heeft dat niet. Even kijken, wat had ik nog meer gezien? Moederdag zaten ook hele leuke dingetjes tussen. En niet echt, kijk, deze is leuk. Maar bijvoorbeeld als je deze kaart leuk vindt, maar niet voor Moederdag, dan zou je hem ook kunnen openen. Ga ik hem even toevoegen aan mijn canvas. En als ik dan die gele laag zo dadelijk selecteer, het lage paneel, ik zal hem even wat groter zetten. Selecteer ik dus die gele laag, dat is de snijlaag. En als ik dan naar contour ga, hier zo, dan kan ik ook gewoon die letters uitzetten en daarna mijn eigen teksten opmaken als ik zou willen. Even kijken, de letters kun je één voor één uitzetten met contour. Even kijken, er komt hier iemand naar beneden die een beetje ziekig is en corona heeft en eigenlijk anders al had geslapen. Maar omdat hij vanmiddag de hele tijd is geslapen, ga je naar bed? Kusje. Mwah. Slaap lekker, vriend. Ik heb hier staan dat mijn scherm gedeeld is, dus ik ga even opnieuw mijn scherm delen. Ga ik deze eventjes weghalen. Had ik net al die lettertjes mooi weggehaald. Kunnen we opnieuw beginnen? Zo. Even kijken, nog een keertje. Ik ga even mijn scherm delen uitzetten en weer aanzetten. Nou, dan zagen jullie in ieder geval Ryan goed in beeld. Als goed is, zien jullie mijn scherm nu wel. Alleen, ja, Ryan die heeft dus nu. Ja, hij is nu thuis met corona. Ik ben net weer een beetje opgeknapt, alleen nog wat moe. En als ik gewoon zo achter mijn computertje zit en een beetje aan het knutselen ben, gaat het helemaal prima. Alleen zodra ik echt ja, heel actief ga doen en heel actief, dat is bijvoorbeeld de hond uitlaten, dan voel ik me echt zo'n omaatje. Even kijken. Ik heb nou deze kaart geopend. Als ik die gele laag bijvoorbeeld ga selecteren, omdat deze niet voor mijn moeder zou zijn, maar voor gewoon standaard naar iemand te sturen, dan kan ik in het lage paneel hier die gele snijlaag aanzetten of selecteren. Dan kan ik daar de contour rechts onderin selecteren en dan kan ik hier even één voor één al die lettersnijlijnen uitzetten. En dan zie je ook op mijn canvas al dat je die letters ziet verdwijnen, wou ik zeggen. Nou, daar hebben we de moeite mee. Zo. En dan kan ik hem sluiten. Dan zie je dat ik die tekst weggehaald heb. Dus nou is die kaart eigenlijk voor iedereen te gebruiken, ook als je niet voor je moeder een kaart maakt, maar voor iemand anders. Wat je dan ook nog kan doen, is hier een andere tekst inzetten als je dat zou willen. Hoe doe je dat dan? Nou,
pak je gewoon deze erbij. Wat voor tekst gaan we erin zetten? Beterschap eventjes. Zo. Even kijken, ik moet geen schrijflettertype hebben, maar een normaal lettertype. Die kunnen we wat kleiner zetten. Nou, deze kunnen we er bijvoorbeeld in zetten. Wat kun je dan doen? Ik heb die tekst nu geselecteerd. Als ik dan shift ingedrukt hou op mijn toetsenbord en ik selecteer hier die gele laag, dan kan ik hem of bijvoegen of opsplitsen. En in dit geval ga ik hem even opsplitsen. Die kan weg. Ik ga mijn gele laag eventjes naar achteren sturen. Die kan weg. En dan is mijn kaartje klaar. Nou ja, goed, je kunt elk lettertype gebruiken die jij leuk vindt om te gebruiken. Dus dat is ook geen issue of geen probleem. En op deze manier kun je dus ook de bestaande kaarten gewoon aanpassen als je zou willen. Ik hoop dat dit een beetje duidelijk was en dat jullie er wat aan gehad hebben. Als jullie die kaartjes gaan aanschaffen, als je de Joy hebt en je gaat ermee aan de gang, laat ze dan ook zeker even zien op de groep. Vind ik altijd heel leuk om te zien wat voor leuks jullie ermee maken. Mocht er nou iets niet goed gaan of niet lukken en je weet het niet eventjes, vraag het dan gewoon op de groep. Als we kunnen antwoorden, zullen we dat altijd doen. Dus als er vragen zijn, stel ze gewoon. En ja, dan hoop ik heel veel leuks van jullie voorbij te gaan zien komen. En inderdaad ook voor de CREA-doel. Mocht je naar de CREA-doel gaan in april, kom dan ook zeker eventjes langs op de stand van de Cricut. En van Cricut, we zullen er ook weer zijn allemaal op de alle dagen op de Cricut-stand. Ja, ik heb er al heel veel zin in. Ik kan eigenlijk niet wachten tot het april is. Het is gelukkig nog maar een maandje. Dus ja, we gaan er weer wat leuks van maken, ook voor jullie. Dus als er geen vragen meer zijn, voor mij staat de chat nu vrij stil. En het kan natuurlijk zijn dat jullie gewoon weer stil zijn. Of we lopen heel erg achter inmiddels. Maar als er geen vragen meer zijn, dan ga ik jullie een hele fijne avond wensen. En dan hoop ik jullie... Kijken, wanneer heb ik de volgende live? Ik heb het opgeschreven in de agenda. Ik ga even checken. Niet dat ik iets heel stom zeg zo dadelijk. Even kijken. Het is nu deze. 9 april gaan we weer live. En dat is op woensdagavond om 8 uur. En dan gaan we een geboorte shadowbox maken. Dat kan met de Maker en de Explore beide. Ja, met de Joy zou je het ook kunnen doen, alleen wordt het dan een stuk kleiner. Dus als jullie met de Joy willen meedoen, is dat altijd hartstikke leuk en kun je het proberen. Maar ik ga in ieder geval 9 maart met de Maker aan de gang. Nou, wens ik jullie een hele fijne avond.